zijn in Oranjerie in Roermond, verreweg de mooiste locatie in midden Limburg. We zijn aanwezig bij het Koninginnenbal in Roermond. Koninginnenbal 2010, wat georganiseerd is door de Lions Club Roermond Regio. Waar ongeveer 200 gasten aanwezig zijn, iets meer dan 200 gasten. En samen met die gasten werken wij voor een goed doel. En dat goede doel is dat er een monument gebouwd gaat worden, een nieuw monument gebouwd gaat worden in het herdenkingspark in Roermond. Ja, het initiatief van de Lions Regio Roermond is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, dat is precies datgene wat we nodig hebben. We zijn een particuliere stichting. We zijn volledig afhankelijk van de giften van goedwillende mensen die ons initiatief natuurlijk ondersteunen. En hier moeten we het van hebben. We hebben Willemijn de Vries als artiest, ook bekend van televisie. Ze heeft meegedaan met de Mary Poppins contest, daar is ze tweede in geworden. Dus wij denken daar een goed scala aan artiesten binnen te hebben gehaald. Na lange tijd is het Roermondse Koninginnenbal terug. Ja, de ambitie is absoluut om het elk jaar te doen. Wie weet, we hebben een start gemaakt. En volgend jaar hoop het weer te kunnen doen. Het is de vraag hoe lang de Indië-herdenking nog plaats zal vinden. Ja, dus we hadden zelf gedacht 15 jaar, dan zijn de veteranen 90, 95 jaar. Ja, dan houdt het natuurlijk gezien op. Maar het tegenovergestelde blijkt. We hebben nog steeds meer dan 20.000 mensen elke herdenking, elk jaar. En het zijn vooral nabestaanden en kinderen die eigenlijk op late leeftijd pas erachter zijn gekomen wat Indië voor vaak hun vader betekend heeft. Het Koninginnenbal heeft in totaal 40.000 euro opgebracht.